Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe video van Davisti. Ik ga vandaag weer eens met de penengel op pad. En veel stekjes aanvoeren, veel stekjes afvissen. En het is nog winter. Vorige week lag het nog helemaal onder het ijs en de sneeuw, dus het water is nog koud. En we gaan gewoon proberen 1, 2, 3, 4 visjes te vangen. Nou jongens, ik ga lekker een voertje maken, zoals je ziet. Als eerste ingrediënt, hennep, al kant-en-klaar, van tijgenotenkoop.nl, helemaal top, hoef je het zelf niet te maken. Hennep geeft heel veel olie en heeft eigenlijk weinig voedingswaren en dat is heel belangrijk in de winter. De karpen die verteert heel langzaam door het koude weer en daarom moet je ook met licht verteerbaar voer gaan vissen. En hennep is daar een goede van. Daarnaast doe ik de spotmix van tijgenotenkoop er doorheen. Er zit harde maïs in, tarwe, boekweit. En dat is ook allemaal licht verteerbaar, helemaal cool. En als laatste een blikje mais van de Albert Heijn. Dat gebruik ik als haakaas, kan je makkelijk op je haakpunt prikken. Dus bij elkaar een hele top combinatie. Hoppa. Hoppa. En dan even lekker scheppen. Dat is iets smullen. Zie je het nu al? Mooie mixie. Merci. Oh. Moet ook lekker denken. Zo jongens, ik ben onderweg naar het eerste keer voeren. Ik ga altijd eerst even voeren in de winter. Dit om zo snel mogelijk een aanbeet te forceren. Karper al ligt te wachten. Dan niet te veel voeren, gewoon een scheppie. En dan veel stekjes afvissen. Dan hopen dat je op één stek de vis treft. Dus dat gaan we eerst even doen. Zo, stek nummer 1. Wat doe je? Gewoon een mooi scheppie. Pas op voor alle honden stront. En dan op voor het putje. Nog een klein beetje. En nog een klein beetje dan. Dan komen we zo meteen terug. Hopend op een mooie karper. Zo. Stek 2. Nou, stek 3. Misschien dat je het niet ziet, maar daar loopt nog een put. En die kwam eigenlijk uit bij de put waar we net voerden. Die komt hier uit en dat loopt echt honderden meters onder een boomwijk door. Het is een goede plek voor de karpers om te schuilen. En vaak hier wat gevangen, dus het moet helemaal goed komen. We gaan ervoor. Nou jongens, stek 4. Ik ben lang niet geweest hier zo. Maar je ziet het, overal takken, eilandjes, eentjes. Dus ik hoop dat hier ook wat winterkarpers liggen. Ik voer een beetje daar onder die boom. Zo, er schiet gelijk wat weg. Heel ziek. Gelijke stoffel. Ik denk dat je het niet ziet. Hier zo, waar ik het voerde, gelijke stoffel. Dus ik hoop dat die karper nog terugkomt. Dan komen we hier over een half uurtje terug. Nou jongens, pennetje is uitgebalanceerd. Zo, uitgebalanceerd. Uitgelood. En hoe doe je dat nou? Eigenlijk op het pennetje staat altijd een gewicht. Zoals bij deze 1,5 gram. Nou is het eigenlijk de bedoeling dat je er meer lood op doet dan dat die kan dragen. Dus ik heb hier eentje van 0,4, hier eentje en hier nog 2. Dus dat is eigenlijk te veel. Dat is 1,6. Dat is ook de bedoeling, want je wilt dat je eindlood, dus deze 2, op de bodem komen te liggen. En dat jouw stukje mais dus zo'n stukje eraf hangt. En ik heb hem ook gelijk op goede diepte gezet, dus we gaan hem inleggen.
Nou, zoals jullie zien, het is nu 5:05. Ik ga 10 minuutjes proberen, dus kort voor ga ik hier weer weg. En hopen dat hij ondergaat. En dan volgend stekkie. Nou jongens, dat pennen in de winter, hoe doe ik dat nou? Zoals je ziet, ik neem heel weinig spullen mee. Eigenlijk een motje, een klein schepnetje en een mooie wietse fiets. En zo is het kapot. Dan een penengel en daar gewoon je dobbertje. En als laatste een oh zo lekker voertje. Als ene laatste trouwens, want als laatste wat je ook altijd nodig hebt, is wat je hier ook ziet. Het is misschien wel winter, maar we doen gewoon een bril op. Een Polaroid bril wel te verstaan. En een Polaroid bril kan je dieper het water in kijken. En dat is met penvissen en met oppervlaktevissen gewoon heel belangrijk. Je kan net iets dieper kijken dan zonder. En heb ik nou beet? Voor mij beet. Ik weet niet of je het ziet, maar ik had beet. En om dat af te maken, altijd handig. Ik zou er gewoon eentje aanschaffen. Ik heb een gloednieuwe van Richtmonkey. Ah, mooi dingetje hoor. En ik ga zeker mijn best doen om er nog eentje te vangen. Op naar een nieuwe stek. Jongens, er zit 100% vis te azen. Ik vind het al een lichte aanbeet. Hij zit in de buurt. We gaan ervoor. Ah, je kutje. Ja jongens, dat was mijn kans. Kei en keihard misgeslagen. Godvloeien. Nou jongens, een aantal keer beet gehad. En één keer keihard misgeslagen. Ik ga naar de volgende stek. Ik gooi je nog wel een beetje voer, want de karper was ze wel. Of een brasem, kan natuurlijk ook, zeker bij mij. Maar hier komen we zo meteen nog eventjes terug. Nou jongens, stekje 2. We gaan hem weer neerleggen. Ik zie hier wel wat bellen. Dus dat is goed. Is dat perfect. Beetje voer erop. Hoppa, hangen. Het is zover jongens. Kijk eens even aan de eerste van... Kijk eens. Oh, mooi ook. Eerste van 2021 hangt eraan. Mooi weggestoken. Ik weet niet of jullie de aanbeet net zagen of net niet. Maar je ziet het jongens. Kromme toppen niet stoppen. Heerlijk. Kaas, ah, prachtig haak. Dat zie ik nu al. Stak mooi weg. En je merkt het, het is echt winter. De vissen hebben amper kracht. Beetje met zijn kop schudden. En prachtig, we gaan hem scheppen. Ja jongens, dat is nog een schepwerk, zo met die voet. Perfect, hij zit erin. Mooie warrelschub, zag ik al. En we gaan hem lekker op de film zetten en op de foto. Eerst is binnen van 2021 jongens, heerlijk. Ja, zo, daar hebben we de baas, de fotograaf, met accu's en al. Kijk, helemaal super. Nou jongens, altijd belangrijk, hoe je een vis uit het water deelt en op de mat legt. Eerst wat je moet doen, is sowieso even het matje nat maken. Dat vindt hij wel zo fijn. Wacht. Het is altijd belangrijk, eerst even het gatje dan maken voordat je de vis erop legt. Wat je dan moet doen, voordat je de vis uit het water telt, kom even iets dichterbij. Nou, kijk, je ziet hier de vis. En die hebben natuurlijk vinnen. Het belangrijkste is dat de vinnen langs het lichaam liggen voordat je hem uit het water tilt. Dat kan je met je hand controleren, maar ik zie al dat ze nu goed liggen. Dus
En daarnaast geef ik even een klein beetje lijn. Daar. Mooie visie toch? Mooie winterkleuren, hè? Zie ik al. Even kijken hoe het haak zit. Het leek net omdat hij heel mooi gehaakt zat. Ja, perfect. Kom even kijken. Je ziet het. Perfect, hij kan niet beter. Prachtig in de bovenlip. Ja, daar doe je het voor. Even kijken, je ziet het, bloedzuigers in zijn mond. Dat betekent dat de vis gewoon heel stil ligt. Dan kan je het best gewoon even eraf halen. Nergens goed voor die beesten. En dan zie je nog een klein mondje. De mond, en wat doen we dan? Een beetje Procarp erop. Dat helpt met het wondherstel. Dus het hoeft niet veel te zijn hier. Een klein beetje. Het zal het herstel van de wond goed doen. Nou jongens, daar is hij dan. Ja, je ziet het. Ijskoud is die nog. Prachtig. Prachtige winterkleuren. En eerste van 2021. Dus ik ben er helemaal blij mee. Ik denk deze stek, dat hij pas 5 minuutjes in lag. Nou, niet eens, denk ik 2. En toen schoot hij er al vandoor. Ja, prachtig visie, je merkt al aan de drill dat de vis gewoon niet actief was. Relatief rustige drill. En prachtig. Laat nou even de andere kant zien. Echt die winterkleuren, dan zijn ze altijd een stuk donkerder. Dat is prachtig. Oh joh, hij mist hier een vin. Geest, hè? Zie je? Ja. Helemaal weg. Ja, mooie visie. En hij kan gaan zwemmen. Nou jongens, je ziet het, gewoon heel die vin is weg. Misschien kwam daardoor ook wel dat drill dat hij rustig was. En, hij is gewoon een beetje gehandicapt. Hij is inderdaad gewoon een beetje gehandicapt. Nou jongens, dit, een winterkarp vangen is altijd lastig. Dat komt voornamelijk omdat vissen zijn koudbloedige dieren. En als het dus koud is, dan bewegen ze heel weinig. En daarom is het heel belangrijk om in de aasperiodes te vissen. Het zijn maar korte aasperiodes, niet te veel voeren, niet te verzadigd voeren. En dan kan je alsnog zulke prachtige visjes vangen in prachtige winterkleuren. Aan laten komen. Kijk. Dag. Wat zeggen we dan? Dag. Dag. Zo, bizar hoe koud dat water nog is. Ik heb afgelopen weken keihard geboren. Min 7, min 8, min 9, min 10. Ik weet niet wat het was. Maar het ijs is nu denk ik 3 dagen weg, 2. Dus het water is echt nog ijskoud, denk ik 1 of 2 graden. Maar ja, toch gewoon een visje, hè? Hey. Hey. Nou jongens, ik ga weer naar een volgende stek. Ik heb hier nog een kwartiertje geprobeerd. Een keiharde aanbeet misgeslagen. Maar ja, dat kan ook gebeuren. Nu dus 2 keer misgeslagen, 1 keer raak geslagen. En ik hoop gewoon dat de volgende weer raken. Weer naar een nieuw watertje. Veel stekken, veel vissen, veel aanbeten. Daar doen we het voor. Ai, godverdomme. Bizar het, jongens. Ongelooflijk. Ongelooflijk.
beetje stofwolken. Ik kreeg net een keiharde aanblik. Maar het lijkt alsof het hier niet mag lukken. 10 karpen, zo 1 misgeslagen, schiet de hele tijd weg. We blijven volhouden. En die kut eenden, daar ben je helemaal niet van. Man, man, man. Ja, ja. Weer beter. Nou ben ik er echt klaar. Godverdomme. Weer mis. En vast in de boom. Nou jongens, gelukkig wel het meisje en de dingen los kunnen krijgen. Maar deze twee doerrakken, die zijn heel de stek aan het verpesten. Ik heb 2 keer echt keihard misgeslagen. Spijtig, spijtig. Maar ik kom terug. Zondag heb ik hier revanche. Goedemiddag jongens. Het is 2 dagen later en ik ben weer bezig met een voertje maken. Het is echt heerlijk weer. We hebben deze keer ook wat pallets die we er doorheen gaan gooien. En voor de rest ziet het een voertje er niet veel uit. Maïs en heb en de spotmix en nu nog wat pallets erbij. En dan komt het helemaal goed. Hier, kijk alvast mijn hand. Bizar, zit er helemaal onder. Zo gaat het onderwater ook uitzien. Topspul. Ah jongens, dit is toch lekker. Tweede stek, hij lag nog geen minuut in denk ik. Nee, gelijk onder. Zo, het is toch wel mooi ook. Moet je die hengel even kom zien gaan man. Helemaal top. Heerlijk. Ja jongens, je ziet het. Visje in het net. Nou, wat mag je dat maken? Maar echt, ik denk dat hij 5 seconden in lag. Ploep, ploep. Zo naar beneden. En hangen, eerlijk. We gaan hem de foto zetten. Nou jongens, daar is hij dan. Ik hoop dat we een beetje goed in beeld staan. Niet heel groot, maar we zijn er weer blij mee. Echt, ik zweer het. 5 seconden in, ging gelijk onder. En de eerste van de zondag. Ik denk dat er nog wel 30 kilometer. Twee gevoel. Yeah. Ja, het is een snoek. Snoek. En hij kan weer terug. Nou jongens, je ziet het. 2 meisjes op de haak, meer is het niet. Ik ga hem weer inleggen. Ik ben nu op het derde gevoerde stekje. De eerste niks, de tweede die vis van net. We zijn nu op de derde, nog een vierde en nog een vijfde stek. Dus we gaan zien wat hij doet. Zo, dat ging snel, gevarieerd. Schep die voer erop en hangen. Bam. Ja, jongens, het is toch heerlijk. Tweede van de dag. En we zijn een uurtje bezig, denk ik. En het zijn wel betere aantallen.
Zo. Daar is hij dan. Mooie visie. Kan jij zelf een foto maken? Ja hoor, dat gaat wel lukken. Even, hè? Mooie visie toch? Ja. Hele mooie. Zeker, lekker weertje. Ik denk we gaan er maar weer voor. Ja jongens, mooie visie. Super dik. En weer binnen 5 minuutjes denk ik. Prachtig. Kom weer terug.